Hallo lieve stier, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 43, 24 tot en met 30 oktober. Het is een algemene weekreading, Haal vooruit wat je nodig hebt. Lieve stier, we gaan eens kijken naar jouw thema voor deze week. Oké, okay. en dat zijn er twee. Het is belangrijk om jezelf te gaan belonen. Um, je hebt mooie stappen gezet, je gaat goed vooruit, alleen soms zie je het even niet meer. Dus kijk terug naar waar je stond en waar je nu staat en geef ik jezelf een compliment erover. En focus je meer op jezelf in plaats van op anderen of op de technologie van nu. Veel dingen proberen we toch via internet te bezoeken. Weet dat je daar niet altijd alles kan vinden. De antwoorden zitten van binnen. Oké, okay, lieve Stier, we gaan eens verder kijken. Wat kan je verder deze week verwachten? Oké, okay. ja, je bent toch nog bezig met verdriet en verlies om dat op te lossen in jezelf en um... Ik heb het gevoel dat het toch meer aan jezelf knaagt dan dat je eigenlijk had gehoopt. Maar zodra je dat hebt opgelost en zodra er wat meer ruimte komt, komt er een nieuw begin en komen er mooie positieve veranderingen aan. Dus het kan zijn dat je nu al een stapje zet richting de positieve verandering. Uh, het is belangrijk dat je deze week jezelf laat inspireren. Misschien krijg je nieuwe ideeën of, of raad iemand je wat aan. Luister goed naar adviezen en laat je inspireren. Als je ineens het idee krijgt. Ik wil gaan tekenen. Ga tekenen, want wie weet zit daar wat moois in verscholen en kan je daar wat mee. En verder voor deze week. Um, wees trots op jezelf. Weet dat je dingen goed doet. En uh, durf dankbaar te zijn en tevreden. Je wilt vaak meer en je verwacht heel veel van jezelf. Je bent heel streng. Dus durf dat soms te laten varen, want je bent bezig naar de verlichting uh, voor jezelf. Maar daarvoor is het ook belangrijk om wat minder streng voor jezelf te zijn. We gaan eens kijken, lieve stier, voor een mooie boodschap voor jou. Muziek kan je verder helpen om wat meer tot rust te komen. En soms heeft muziek ook een bepaalde boodschap waar je wat mee kan. Dus als er ineens een muziekje opkomt dat je denkt. Normaal zou ik dit nummer niet luisteren. Luister eens naar de tekst. Misschien kan je daar wat mee. Lieve stier, ik hoop dat je hier wat in hebt gehad. Wil je een één op één reading? Dat kan, neem een kijkje op Ook daar kan je terecht voor opleidingen en workshops. En daarnaast sta ik 19 november op een spirituele beurs in Trondheim. Je bent van harte welkom. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En uh, wie weet, tot de volgende keer.